De moeder bevalt van een baby. Ze zet de baby op de aarde. Wat is daarvan de waarde? Geef hem lekker eten. Geef hem wat te vreten. Bom die baby vol met voedsel. Bom die baby vol met voedsel. Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Welkom bij een nieuwe XL Gameplay. Deze XL Gameplay gaan we een fantastische game spelen, namelijk Insaniquarium. Ja, ik ga gewoon meteen op start drukken. Deze XL Gameplay is trouwens omdat ik er zaterdag niet was. Een klein groep maken. Gewoon op woensdag een XL Gameplay. En als je dat niet leuk vindt, kijk je hem niet. En dan kijk je zaterdag gewoon weer in anders. Graag gedaan voor de extra XL Gameplay. Ik denk dat heel veel van jullie deze game nog wel kennen. Van de basisschool. Of ja, niet de basisschool. Ik speel in ieder geval de basisschool. Dan moest je de trial versie downloaden. Kon je een uur spelen en misschien één level. Komt erop neer. Ik kan momenteel visjes voeren. En dan als ze helemaal groot worden, dan gaan ze geld leggen. Ja, ze leggen geld. En van dat geld kun je meer visjes kopen. En ja, op die manier oneindig rijk zijn. Dat is ongeveer waar het op neerkomt in het begin. Maar dan komen aliens het spel verpesten. En die vissen kunnen ziek worden en ik heb geen idee. Maar ik heb nog meerdere levels zelfs, maar nu dus de betaalde versie heb. Weet je, ik dacht, als ik ergens van alle games de wereld geld voor zou willen betalen, is het toch wel Insaniquarium. En dan kun je gaan haten van, oh, de graphics zijn niet zo mooi. Nou, het spel is wel fantastisch. Daar moet je ook rekening mee houden. En ja, ik denk dat voor heel veel jullie dit spel wel nostalgisch is. En als het dat niet is, is het nog een leuk spel. Het is een beetje een rollercoaster, maar dan in een zwembad. Een aquarium doe ik. Eigenlijk is het gewoon Aquarium Tycoon, als je er echt even over nadenkt. Nog een extra visje kopen. Wat? Oh nee, deze vis is ziek. Dat wil ik natuurlijk niet. Wat is dit? Kan ik een stuk van ei kopen? Oké, en wat ik dus net las aan het begin. Als je 3 stukjes ei hebt, dan heb je het level gehaald. Dus eigenlijk komt het op neer dat we het level al bijna gehaald hebben. Ik kan in principe nog een vis kopen. Even maar, als die vissen nog groter worden, gaan ze op een gegeven moment diamantjes leggen. Want ja, zo werkt het gewoon in de rijke vissenwereld. Hoe groter de vis, hoe meer munten hij uitpoepert. Hoeveel geld heb ik al? Oh, ik kan nog een eierenstuk kopen. Dus eigenlijk moet je gewoon in een korte tijd veel geld zien te verdienen. Ik zit ook in tank 1 en wereld 1. Waarschijnlijk zijn er nog andere werelden. En dan krijg je andere tankachtergronden. Ik zie het spel wel ervoor aan om zo rebels te zijn. Dat je gewoon meerdere tankachtergronden hebt. Dat je echt denkt, ja, dit is de game die ik speel. En bam, you have found. Oh, er komt er een nieuw monstertje vrij en het is Stinky the Snail. Stinky roams around the bottom of your tank, catching any coins you may have missed. Dat is echt een beest dat ik dus echt niet wil. Daar komt eigenlijk om. Oké, wel meteen een Stinky de Snail erbij. Nou, dat vind ik fantastisch. Stinky, bedankt voor je bijdrage. On this level you will meet your first alien opponent. Oké, alien opponents zijn gewoon, heel kort samengevat, gigantische akels. Ze maken je visjes dood. En daar word ik verdrietig van. En dan huil ik ook letterlijk. Ik barst letterlijk in tranen uit. Want fucking aliens. Stinky de Snail, verdedig mij van deze vuile wezens. Serieus, waar is Stinky de Snail als je hem nodig hebt? Nou, best wel daar. Hier, koop nog een visje. Koop een vis en wees blij. Verkrijg die money, verkrijg die money. Ik wil eigenlijk gewoon money laten vallen. Gewoon in de pure hoop dat Stinky de Snail wat op. Hij heeft er eentje gepakt. Thanks, Stinky. Als ik jou toen niet had. Oh ja, ga pak het wel snel. Vicious alien is about to enter your tank. Defeat it with your laser weapon by clicking on it. Oké. Enemy approaching. Dit is nooit goed. Dit is nooit goed. Uit eigen ervaringen van deze game. Dit is kut. Eigenlijk heel kort samengevat. Oké, daar is hij. Pam, 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 pam. Nee, niet mijn visje. What the fuck? Waarom? Waarom? Stinky, je zei dat je me zou helpen. Maar Stinky, waarom? Ik vind het echt verschrikkelijk. Het is echt irritant dat je maar één zo'n voedseldingetje per keer kan droppen. Het schiet niet echt op met de groei van mijn bak in ieder geval. Stinky is wel een goede geldopraper, weet je. Stinky is die persoon die gewoon op straat mensen volgt en dan hun geld oppakt. Waarom? Omdat hij geld oppakt. Ik heb voor mijn gevoel in mijn leven meer geld verloren dan ik heb. Nee, ik heb meer geld gevonden dan ik heb verloren. Ik denk, hebben jullie dat ook? Ik heb zo'n gevoel, ik weet niet, voor mezelf sprekend heb ik in mijn leven meer geld gevonden dan verloren. Dus ja, dat is goed, dat is goed. Toch een beetje, ja, het is beter dat dan andersom. Ik ben nooit echt veel geld kwijtgeraakt, ik heb misschien vast wel een keer een tientje kwijtgeraakt. Upgrade food quality, oh dat is wel tof, dat groeit gewoon sneller. Dat is natuurlijk een eenmalige aankoop en ik kan nu stukjes ei kopen voor 500, dat is een dure aankoop. Maar ja. De game haalt natuurlijk zichzelf niet. Wat is dit? Upgrade food quality 2. En wat is dit? Upgrade food quality. Dus eigenlijk kan ik iedere keer. Oh, ik heb nu ook heel andere voedseltjes. Ik heb nu korrels. Oké, tof, tof. En dat pilletje ziet eruit dat ze dan langer beter blijven. Maar momenteel gaan mijn vissen nog niet dood van de honger. Dus dat scheelt. Ze staan af en toe wel een beetje ziekjes. Battle tip. Shoot the alien's head to push it downwards. Shoot it still to deflect it upwards. Oh, dat is best wel handig om te weten, ja.
En daar is hij weer. Ali de alien. Allemaal gekke Stinky de sneeuw. Freddy de vis. Die schiet je naar beneden. Nee, nee, weg. Als je de sneeuw pakt, maak je helemaal dood. En een diamantje. Kijk, ik krijg gewoon geld van hem. De akel. Nou, koop even een eitje. Hartstikke fijn. Koop nog even een guppy. Ik kan in principe ook betere shit kopen. Het is eigenlijk best wel, als je erover nadenkt, is dit best wel een strategische game. Ja, het is serieus gewoon een strategy game. Je moet heel strategisch spelen. Van, zal ik nu al een nieuw ei kopen? Of zal ik een Stinky de sneeuw aanschaffen? Vooral dat. Ik ga gewoon samen met 20 Stinkies kopen. Als je ze eenmaal kan kopen. Want momenteel kan je geen Stinky kopen. Dat zie je zelf toch ook wel. Volgens mij had ik al deze items niet eens. Voor mij toen ik het speelde als kind. De basisschool, weet je wel. Toen had je voor mij echt alleen maar dat ze geld dropten. En af en toe kwamen die aliens. En misschien dat je nog... Je had voor mij ook een moedervis. Die komt pas zometeen ook een hele dikke vis. En die werd af en toe zwanger. En dan kreeg je een gratis nieuw klein visje. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dat is natuurlijk wel een stukje prijziger. Ja, dit zijn momenteel nog hele korte levels. Op een gegeven moment komen natuurlijk de lange levels. Het is niet voor niets de X's. Dat is vet anders. Je kan gewoon direct bij vis klikken. Dan voel je hem veel makkelijker. Kreeg ik net ook door hoor. Gewoon de tip van de dag. Ik ga nog een stukje ei kopen. Want ja, ik wil toch even door het level heen jongens. Aan het einde van deze X's gameplay heb ik hem uitgespeeld. Ik ga niet zeggen dat het zo is, maar het is zo. En dan moet je hem ook gewoon op mijn woord geloven hoor. Ik ben te vertrouwen jongens. Heb ik jullie ooit voorgelogen? Heb ik jullie ooit voor? Nee! Oh! Maar dat betekent dus dat ik altijd gelijk heb. Zo werkt het niet helemaal, maar het is wel zo. Wat? En wie zit erin? Is het Stinky de Sneeuw 2? Nee, het is... Nico de Oster. De Oyster. De Oester. Nico produces pearls. Het kan click on for hefty sum of money. Kijk, daar wil ik er wel een paar van kopen. Nico. En er is maar één Nico, dat zie je al. Er is gewoon geen nieuwe Nico. Het is wel cool dat je gewoon verder gaat met deze twee vriendjes. Met zowel... ik ben nu al de Simon, nee, niet. Ik ben nu al de naam van de slak kwijt. Sorry, slak. En de vis groeit. Hij wordt groter. Dat is ongeveer de definitie van groeien. Pak het voedsel, pak het voedsel, pak het voedsel, domme vis. Dit is het bewijs dat vissen een geheugen hebben van een paar seconden. Pak het fucking voedsel. Dat is het bewijs. Het is wel handig om het net boven ze te droppen. Want deze vissen kunnen echt daadwerkelijk helemaal niks. Behalve zilveren munten droppen. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Die zilveren munten pakken zichzelf niet. Dat geef ik zeker toe. Bam! Hoeveel zijn die dingen waard? Veel? Oké. Dus in principe kan ik op... Voor mij ben je ook dood als al je visjes af zijn. Voor mij verlies je dan het level, maar dat weet ik niet zeker. Anders kun je in principe gewoon wachten totdat deze heel veel pearls spant en dan uiteindelijk het geld vanzelf betalen. Volgens mij werkt het niet helemaal zo. Waarschijnlijk kost zo'n ei ook alweer 1000. Die eieren worden natuurlijk ook per potje duurder. Maar de vraag is, wat kan ik zometeen allemaal voor leuke dingen aanschaffen? Ik ben zo benieuwd. Nog nooit zo... Oh, dit is het. Voor mij... Ik weet dat die piranha legt waarschijnlijk diamantjes, maar die eet dan kleine visjes ofzo. Dat zal wel weer. We kunnen het gewoon even doen, weet je. We moeten toch een beetje leren over deze game. Alleen hij is wel 1000. Dat geld heb ik momenteel niet. Carnivore, ja. Carnivore is in ieder geval vleeseter. Dat heb ik heel prachtig vertaald voor jullie. Oeh, nee, ik kom daar niet meer aan. Oh nee, een alien. Oh nee. Bescherm me, slakkenman. Wacht, die kant op. Goed zo. Nee, die kant op. Kapauw, kapauw. En ik krijg een diamantje van hem. Dankjewel. Ik denk dat hij alleen kleine visjes eet. De carnivore. Dat hoop ik maar. Anders zijn we flink te lukken. Ik heb een klein visje. Eet hem maar op. Eet hem maar op. Wauw! Oh ja, waarschijnlijk moet ik hem alleen even eten geven als hij... Het probleem is, ik kan niet meer dan 2 grote vissen krijgen momenteel. Of de carnivore moet dood, maar hij poept wel diamanten. Alleen, even kijken, ik heb 2000 nodig voor een stukje ei. Dat is pittig veel geld. Ik kan nog een carnivore kopen in principe. Die dingen die maken money als een malle. Yeah. Ik maak money, noem me Bill Gates. Ik maak zoveel money. Ik maak die money maak. De moneymakelarij business is een zware business. Ik spawn een klein visje en mijn piranha eet hem op. Ik heb een eigen piranha en zijn naam is Rob. Oh nee, jij gaat dood. Hier heb je eten. Lekker hè? Eten. Oh, leuk. En nog een diamantje, dankjewel. Ik kan bijna een stukje ei kopen. Dit is grandioos. Ja. En dankjewel voor dat diamantje. Hoeveel zijn de diamantjes nou waard? 100, 200, iets in die richting. Kunnen deze vis eigenlijk nog groter worden? Ik heb geen idee. Wat is dit? Upgrade weapon. Dat heb ik echt totaal niet nodig. Nee, in principe zou het niet eens heel erg zijn als er een alien spant. Oh, ik moet trouwens weer een klein visje kopen. Ik offer aan de grote Satan piranha. Ik vind dat zo raar als je piranha ziet in een aquarium. Ze zien er nooit zo dodelijk uit. Alleen, zijn ze wel. Pittig wel. Oh god, nee, please, don't kill mijn... Als je mijn piranha kill, word ik boos. Dan gaat sowieso doden vallen. Nee, niet de piranha. Oeh, even die piranha af, bitch. Ik zou maar echt even van die piranha afblijven als ik jou was. Als ik jou was? Oh nee. En ik offer weer een klein visje aan de piranha, god. Het is alleen niet handig. Je kan beter eerst wat grote vissen hebben en dan pas, je kan ook gewoon meer piranha's hebben. Alleen dat ze, ik heb nou toch al bijna dat ei, joh. Eigenlijk niet, van er mee. Ik ben op 1/3 van het ei. Voor de mensen die kunnen tellen is dat speciaal. Oh, mijn vissen worden wel veel ziek. Ik had eigenlijk even mijn food quality moeten upgraden, of niet dan? Of niet?
dam 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 dam. Hier is een klein visje, mijn beste Satan. Ik noem hem ook gewoon Satan. Dit is Satan de Piranha. Dit zijn Freddy en Lubas. Maar natuurlijk Freddy Fish. Freddy Fish, grapjes doen het altijd goed. En koop dat ei. Pak dat diamantje. Pak dat muntje. Als een zwerver met huisarrest. Dat is grappig. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ze hebben ook een huis. Daar is over nagedacht. Door mij. Gekke Rick. Denk daarover na. Soms als ik in mijn bed lig en het is nacht, dan denk ik na over de zwervers met huisarrest. Ja. Zwervers met geld op de bank. Op de bank. Op een parkbank. Is het nou zo ver gekomen? Ja! Echter, jammer genoeg, zeker weten wel, ja. Oké, okay, nou. En dan kopen we dat laatste stukje ei. En wie zit er in dat ei? Wie zit er in het ei? Het is... Itchy, de zwaardvis. Itchy helps you by attacking aliens when they appear. Fantastisch, Itchy. Het begint wel gezellig te worden in mijn aquarium. Dat is sowieso een feit. Oh, niet ziek worden. Hier, word niet ziek. Mijn beste vrienden. Ziek worden, dan ga je niet zo. Dam, 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 dam. Ik heb een vraag, als ik twee piranha's heb, dan eet ze niet, dan eet niet altijd de zieke een visje op, toch? Of zijn ze zo lief voor elkaar? Van, hé, hey, man, jij bent ziek, neem jij het visje maar, dat weet ik niet. Gaan even wat gupjes kopen, momenteel, je moet toch wat? Ik hoop even dat er een alien komt en dat ik hem dan helemaal in elkaar haak. Alleen het probleem is, op een gegeven moment heb je echt aquariums met 100 visjes erin, want ja, dan ben je lui en dan heb je precies van, ja, ik wil opschieten, weet je wel. Je gaat niet met 3 visjes werken de hele tijd. Dan flikker je er gewoon 100 in. En ja, als er dan zo'n alien komt, dan gaan er een paar visjes dood. Gewoon een gok. Gok van de dag. De vraag van vandaag. De gok van vandaag. Ja, ik moet, misschien als ik beter voel, ja, kan ik het ook vaker droppen. Dat zou wel heel fijn zijn. Als ik even mijn bitches beter kan onderhouden. Mijn vissen bitches. Zodra je een beetje geld overhoudt, kun je van al je vissen kwijtraken door zo'n kut alien. En momenteel onderhoud ik de aliens nog redelijk goed. Hier, jij nog wat eten. En jij, oh, jij wat eten. En jij wat eten. Wat zal ik kopen? Ik heb eerst even upgrade food quality. En nog een keer. Geen idee wat ik nu drop, nu drop ik pilletjes. Oké, okay, ze groeien wel lekker snel. Mijn vissen zijn aan de pillen. Lekker gedaan hoor, visjes. Doe je ding. Hier, jij nog een beetje wat. Oké, okay, oh leuk. Hier, neem maar. Oké, okay, waar komt die alien? Waar komt die? Ik ben bang. Oh nee, het is een leeuw. Het is een zeeleeuw. Nee, 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 niet bij mijn vis. Weg, weg, weg. Goed zo, blijf daar beneden, blijf daar beneden, blijf daar beneden. Hij is verslagen. En het regent zilveren dukaten uit de lucht. Als... Oh cool, ik heb een maximale food kwaliteit. Dat is sowieso het geld waard. Dat heb ik sowieso geleerd. Oh, dit betekent zeker, ja, upgrade food quantity. Dan kun je dus vaker food gooien. Dat is best wel fijn. Zou ik dat doen? Niet dat ik per se deze vis heel snel moet upgraden. Ik denk dat ik het voor deze ronde gewoon op deze vis hou. Maar in principe... Ja, ik hoop dat ik eens één zo'n piranha. Als deze vissen wat meer vergroeid zijn. Moeten ze dat wel verdoen dus. Hier, food quantity. Voor nu. Oh, hey, kijk. Dit is fijn. Ik kan het gewoon blijven gooien. Moet ik wel even Larry hebben die de muntjes pakt natuurlijk. Larry, moet je niet... heet hij nou Larry? Ik weet niet eens of hij Larry heet. Zo heet Gerrit wel natuurlijk. En dat is ook een slak. Dus dat is een hele rare veronderstelling. Nou. Neem die pillen. Eigenlijk is het gewoon ecstasy. Daarom zijn die vissen ook allemaal zo blij. En hebben ze van die ogen. Ze knipperen bijna niet. Net zoals mensen die aan de ecstasy zijn. Deze game is gemaakt door de Illuminati. Om te kijken wie de piranha's van de Illuminati moet trainen. Maar dat moet je niet zeggen tegen de Illuminati. Dan worden ze boos op mij. Nou, dat willen we niet. Oké, nou hier. Jij erbij. Jij bent onze favoriete vriend. In het leven. Oké, 3000 muntjes. Dat is best veel muntjes, jongens. Dat is best veel muntjes. Ik wou het eigenlijk niet zeggen tegen jullie, maar dat is best veel muntjes. Ik zit erover na te denken om een laser te kopen. Voor 1000. Dat is wel veel, hoor. Hier, neem een klein visje. Ik offer deze vis aan u, Satan. Mijn Satan. Eventjes, jongens, eten. Hey, honger, honger, honger. Diamantje. Honger, honger, honger. Niet doodgaan en shit. Oh nee, kom op. Blijf daar. Sterf. Ik heb echt het gevoel dat hij alleen maar kleine visjes dood. Nou, die heb ik niet. Satan. Andere Satan. Dat is Satan 2. Kijk, dit is de goede Satan. En die andere is de slechte Satan. En als je daar geen logica aan ziet... waarom dan niet? Weet je, je kan altijd een vraag achterlaten in de comments... als je niet helemaal begrijpt hoe het systeem nou werkt... met al die namen en Satan 1 en goede Satan, slechte Satan. Ik voel een nieuwe Minecraft-serie opkomen. Goede Satan, slechte Satan. Hier, eten. Yay, leuk, toppie. Ik geniet momenteel met volle teugen. Dat mag gezegd worden. Oh, ik kan een stukje ei kopen. Kabam! Ik ga ook een nieuwe piranha kopen als ik weer wat geld heb. Want die piranha's die leggen diamantjes en daar word ik er wel een beetje gelukkig van. Hoppakee! Heb ik al genoeg geld voor een nieuwe piranha? Nee. Heb ik al genoeg geld genoeg voor een nieuwe piraat? Wel als hij Piet heet. Want... Piet piraat, schip ahoy, hoi, hoi, dat is jouw kameraad. Schip ahoy, hoi, hoi, met zijn schippen, schepen, schuit, vaart er alle dagen uit. Piet piraat, piet piraat, piet piraat.
piep piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Het is schip beschreven schuit, vaart er alle dagen uit. Piep piraat, piep piraat, piep piraat, piep piraat, piep piraatje. Oh nee, daar komt hij. Please span hier, please, doe me dit niet aan. Please, gast, kun je niet iemand anders lastig vallen? Hoe span je sowieso in dit aquarium? Hoe kom je hier? Oh nee, en hij sterft. En de rust was weer hersteld in het prachtige aquarium. Aquarium Jozef, ja, aquarium. Hier, neem een visje. En jij ook. En diamantjes vallen uit de lucht. Het is echt een chaos soms. Als ze in één keer allemaal tegelijk ziek worden, zo van jongens, kom op. Maar er zit echt een bepaalde timer aan vast. Dus zo meteen zijn ze weer met z'n vieren tegelijk ziek. Dan kan ik er niet bij hebben, jongens. Ik ben een hele leuke, schattige, sexy verpleegster. Maar mijn hart kan het niet aan. Mijn hart. Ik heb al 3 pacemakers erin. En een vierde gaat hem gewoon niet worden. Dus als jullie zouden willen stoppen met ziek zijn, dat zou echt helpen. Dat zou echt tof zijn. Nou, nog een heel klein beetje geld. Nog een heel klein beetje vissenvaluta. Ik vind het sowieso best wel tof dat vissen in het algemeen gewoon diamanten koepen, weet je. Dat inspireert me wel. Oké, en wie krijgen we? Prego, de mama fish. Yay, Prego helps populate your tank by giving birth to new baby guppy. Guppies every so often. Kijk, die is echt chill, Prego. Oké, dit zijn alle beesten die ik nu heb. Stinky. Stinky, Nico, Itchy en Prego. Prego is natuurlijk als in zwanger. Itchy, geen idee waarom. Nico is gewoon een mooie naam. Een mooie, stoere mannennaam. Oh, je mag er maar 3 hebben. Oké, wacht. Nee. Itchy doet echt nooit wat. Stinky doet eigenlijk ook nooit wat. Ik doe wel deze 3. Je mag er maar 3 kiezen. Dat vind ik wel tof. Dan doe ik deze 3, denk ik. Alhoewel, ik doe wel Stinky. Ik kan altijd nog wat extra geld opleveren. Nou, Prego. Doe even zwanger zijn. Doe even kinderen hebben. Of krijgen. Of... ja, weet je. Ik vind het wel tof in ieder geval. Prego is een mooie toevoeging voor ons team. Zo ken ik de game weer. Als ik echt een kut game ben. Een ras echte, originele, onoriginele, ongeïnspireerde, gigantisch saai om een uur lang naar te kijken. Bagger game. Zo ken ik. Oh, Prego. Daar komt een kindje aan. Ik zie het hoofd en daar is het. Ah, ik zie het hoofdje al. Wat een mooie. Nou, deze gaat... oh, dankjewel, Nico. Dankjewel. Jij krijgt van mij zometeen... ik weet niet, wat eten die dingen eigenlijk? Benzineolie. Benzineolie is een beetje dubbel, of niet? Diesel. Ik giet zo een beetje mijn 5 liter diesel erin... en dan kan hij weer extra parels maken. Zo werkt dat bij hem. Prego is alweer aan het bevallen, echt. Ik heb wel eens wat gehoord... vast wel weer in Amerika... en van een rare documentaire van meisjes die verslaafd zijn... en zwanger zijn en abortus nemen. Nou, dat is Prego zo'n beetje. Alleen dan vergeet ze iedere keer daar abortus te nemen... omdat ze blij is. Dat zou ik ook zijn, hoor. Als ik een meisje zou zijn... zou ik echt al 10 keer zwanger geweest zijn... en mag ik de pil vergeten slikken. Zo ben ik dan wel weer. Ik bedoel, wie slikt dan weer de pil? Ik bedoel, je kan het ook niet doen... en dan kun je gewoon 2 minuten langer in je bed blijven liggen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Nou gaat het door je vallen, maar dat maakt niet uit, want Prego is shit. Hier, eet wat, mijn vrienden. Blijf in die hoek, blijf daar. Ga zand en sterf en geef me je diamantje. Geef me vooral dat diamantje. Dankjewel. Tot nu toe heb ik gewoon echt gigantisch veel vissen, dat is fijn. En heb ik ook nog eens mijn favoriete Stinky, de slak. En ja, hoppakee. Upgrade dat food, Rick, dan worden ze minder snel ziek. Tenminste, dat is het idee dat ik heb van mijn food. En ze groeien sneller. Ze zijn allebei hele fijne dingen om te hebben in ieder geval bij vissen. Zolang mijn vissen niet doodgaan en gewoon nieuw blijven geboren worden... eigenlijk ook even een... oh, daar heb ik het geld nog niet voor. Ik dacht dat ik het geld er maar voor zou hebben, maar dat viel flink tegen. Moet ik wel van een piranha hebben. Het liefst een hele bak vol piranha's. En dat Prego dan af en toe eventjes een klein visje uitpoept om op te eten. Ja, ik denk dat het wel het beste werkt, hoor. Als je gewoon heel veel piranha's hebt. En een paar kleine visjes. Hoef je alleen maar een klein visje te kopen te drukken als je geld nodig hebt. Dat is in ieder geval waar. En het regent diamanten. Ja, ik dacht even te denken, wat zeg ik nou? Ja, het zijn inderdaad diamanten die... waarschijnlijk kost een stukje ei nu 5000. Het spel begint wel uitdagend te worden. Je kan zeggen wat je wil. Maar, ik ga met Prego van Bill. Hoe denk je anders dat Prego iedere keer zwanger wordt? Deze jonge man. En dan kunnen ze zeggen, Rick, waarom heb je seks met vissen? Als je ook duizenden opgegeilde tienermeisjes hebt. Nou kijk, jullie hebben niet ten eerste niet zo'n coole hoofddoek. Spijt me. Zij luistert niet naar Main Street. Dat is ook wel een pluspunt voor mij. En ze waardeert me zoals ik ben. Ze waardeert mijn mannelijke vormen. Het feit dat ik een buikje heb, dat maakt Prego helemaal niet uit. Want ze heeft zelf ook een hele dikke buik voor mijn baby's. En dat vind ik fijn in een vrouw. Dat het niet uitmaakt. Oh, volgens mij 2. Oh, die gaan me echt slachten. Ik ga uit. Dat is echt jammer dit. Nee, dan moet je weg. Dan moet je weg. Aan onder. Kijk, ik kan hem wel lekker sturen, deze gast. Ja, toen was in één keer mijn half populatie vissen dood. Dat kan gebeuren. Kan de beste overkomen, hè. Voor 300 koop ik dit ook wel eventjes. Nou, dit is hoe het geschiet allemaal.
Eet die kleine baby op. Piranha eet die baby op. Komt nog een piranha, eet de baby op. Komt een piranha die baby's eet. Waarom eet de piranha baby's? Omdat baby's lekker zijn. Ik heb er zelf ook een gegeten. En die was echter niet te vreten. Baby, waarom ben je niet lekker? Ik hoopte dat gewoon dat je knapperig zou zijn. Het enige wat knapperde waren je botten. En dat vond ik niet zo fijn. Dus baby, waarom doe je me dit aan, baby? Waarom ben je niet knapperig, baby? Baby, knapperige baby. Deze baby is zo knapperig en hij is happerig. Dit aquarium is intens en zo immens. En ik zie al het geld vallen. Wat? Nee, een piranha is doodgegaan. Nee, oh nee, dat is een investering van 1000. Dit ga ik nooit meer terugverdienen. Of ik koop gewoon een nieuwe. Tadaa! Hé, hey, dat geld ga ik nooit meer terugverdienen. Oh, wacht, toch wel. Hé, hey, klein visje wordt volwassen. Dan heb ik een extra volwassen visje. De kleine visjes koop ik al bij, dat is geen probleem. En hij wordt opgegeten. Dit is de cirkel van het leven, jongens. Dit is hoe het leven is. Je kan er niks aan doen. En Stinky is een oen. Stinky hosselt die bitches en de poen. Oké, waar komt die alien? Die spawn. Natuurlijk zijn er weer twee. Dit gaat natuurlijk helemaal mis. Oh, cool. Het is er maar één. Voor nu. Waarschijnlijk komt er als ik deze dood heb, met deze vriend eraan of zo. I don't know. Ik mis die parel. Wacht even daar. Parel. Rap band. Als je voor prep bent. Tada. Get that money. Ik heb nog steeds het eerste deel van het ei niet gekocht. Dit schiet niet op, jongens. Eerlijk. Ik ben even eerlijk met jullie. Gewoon even redelijk zijn. Het schiet gewoon niet op. Hier. Koop een stukje ei, Rick. Hij koopt zichzelf niet. Bats. Oh, piranha. Hier. Honger. Niet, nu niet meer. Ik ga sowieso even een derde piranha aanschaffen. Want ja, die piranha's maken mij die money. In principe is het, ja, je zou dit kunnen zien als een saai game. Maar je wil niet weten hoe intens het is om te spelen. Je zou het even moeten spelen. Het heet Insane Aquarium. Die krijg je aan het ergens te kopen. En niet een of andere, ja, ik weet niet. Weet je, gewoon doen. Kijk even ergens veilig. Ik zou niet allemaal rare bestanden gaan downloaden van sites. Want dat wil je liever niet. Want voor je het weet heb je virus op je computer en dan wil ik niet om me geweten hebben, weet je. Dus kijk even een beetje wat je doet. Ik weet vroeger, ik wou het laatst namelijk ook al spelen voor een XO gameplay. Oh, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. En toen moest ik allemaal rare downloads doen van sites die ik niet ken. Dat ik zie van, nou, doe ik liever niet, weet je. Ik wil geen virus op mijn rug hebben. En dan heb ik hem gewoon gekocht. Gewoon gekocht. Misschien heb ik hem gedownload, durf ik geen uitspraak over te doen. Misschien heb ik gewoon een torrent gedownload. Weet ik tenminste zeker dat het werkte. Misschien. Want anders gaan mensen natuurlijk weer vragen, heb je het gekocht? En dan, ja... Pff. Dus ja, die smoes doet het werkt niet heel lang. Zeg maar, het is een hele korte termijn smoes. Die heb ik gekocht. Hoppa. Oh nee, mijn vis. Mijn vis! Oeh, gelukkig kan Prego toen niet dood. Nee, niet dat gevoel. Oh, nee. Ja, jij bent het maar. Naar Stinky. Vecht, Stinky. Vecht met het vieze wezen. En ja, we hebben bijna een level gehaald. Dus ik kom nog even een derde piranha. Omdat piranha's fucking cool zijn. Daarom... En dan verkrijg je die money natuurlijk nog sneller. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Vissen, vissen, geld. Weet je, zeg altijd, geld groeit niet aan bomen. Maar het groeit wel uit vissen, anussen. En dat laat dit spel gewoon heel goed zien. En weet je wat ik grappig vind? Mijn ouders zeiden altijd, weet je, oh Rick, geld groeit niet aan bomen. Geld groeit niet... Nou, geld wordt gemaakt van papier. Papier groeit best wel pikant aan bomen. Geld groeit me niet op de rug. Dat is zeker waar. Ze maken geen papier van menselijk haar, dus geld groeit me niet aan de rug. Correct. Geld groeit niet aan bomen. Incorrecto. Zit er nou... Ja, we zien die zieke vis zit er een beetje te verstoppen, zodat ik niet weet dat hij ziek is. Dat is gewoon gemeen, hè? Dan ben je gewoon het vals spelen, zieke vis. Dan ben ik echt ziek vals van je. Snap je, want hij is ziek. En dat diamantje, en dat muntje, en dat diamantje. En oh mijn god, dat diamantje. En dat parel, en oh mijn god, ik ben een... Aquarium miljonair, dat ben ik. Ik ga gewoon door totdat ik 1000 muntjes heb, 1 miljoen muntjes heb. Rick, heb je dan te veel vrije tijd of? Nee. Ik heb gewoon geen vrienden. Oh, kut. Het gaat helemaal mis. Nee, oh, mijn vissen gaan allemaal dood. Dit werkt helemaal niet. Wat? Waarom doet hij zo raar? Oh ja hoor. Net toen ik dacht dat alles klaar was. Te ownen. Nee hoor. Dit, dan heb ik dit erbij. Kom op. Dan heb ik echt misschien moet ik een keer mijn laser. Ik ga weg daar. Ik heb er maar 2 vissen over. Dat mag ik nooit winnen natuurlijk. Oké, ik heb nog een heel klein beetje geld nodig. Poep even een diamantje uit en dan zijn we er klaar mee. Ja, ik ben klaar. En ik heb het ei gekocht. En wie zit erin? Onze nieuwe vriend is... Zorf, het zeepaardje. Zorf gives you a hand in keeping your fish fat. Kijk, dat vind ik fijn, Zorf. Bonusronde. Collect as many shells as you can. Moet ik er gewoon op klikken? Denk het. Hoe werkt dit? Oh, kijk. Gewoon op klikken dus. Geen idee wat de meeste punten waren, dus waarschijnlijk dat zakje.
Gewoon overal klikken, denk ik. Altijd een goed idee. Als je erop kan klikken, klik erop. Tip van Rick, tip van de dag en heel veel klikken ook. Daar kan ik eigenlijk mee. Is dit misschien een startersbedrag voor de volgende ronde of hoe werkt dit? 527 shells. En wat mag ik daar dan mee? Oh, je kan een bonuspet kopen. Voor 20.000 shells. Bijna goed. Oké. Je moet 3 mensen kiezen. Sowieso Nico, sowieso Prego en ik denk Zorf ook wel. Ja, toch? Nou, misschien Itchy. Zorf is wat. Ja, Zorf helpt met voeren. Oeh, een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld, een nieuw begin. Nico heeft zijn plaats al ingenomen, want Nico is de king. Oh, dat was niet de bedoeling. Sorry. Ik mis Larry wel. Ja, ik bedoel Stinky. Stinky de slak. Weet je, je denkt iedere keer van Stinky is een sukkel. Dat denk je, maar dan is hij opeens weg en dan mis je Stinky hoor. Dat je, ja. Wie gaat er nou vieze scheetjes laten in het bad? Weet je, Stinky is de reden dat zwembadpompjes bestaan. Dat is Stinky. Raar, maar niet eens een gek grapje of zo. Ik weet nog steeds niet of die piranha's nou dood kunnen door die aliens. Vast wel, en die zijn 1000 per stuk. Dus dat is geen fijne gebeurtenis wanneer dat gebeurt. Gelukkig kan Prego nooit dood. In principe kun je vissen niet opraken. En je geld gaat ook niet omlaag. Alleen soms moet je nieuwe visjes kopen. Dus in principe is het gewoon een kwestie van tijd voordat je dan level aan. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen hoor. Ik heb wel het gevoel dat ik over ieder level een stukje langer doe. En ja, we hebben een uur om rond te kloten. Dat is het hele fijne aan de XSO gameplay. Je hebt een uur om rond te kloten en kijk maar wat je doet. Ja, heel kort de XSO gameplay. Is wel heel kort samengevat. Oh, dat is wat hij eigenlijk. Dat is dat voer dat hij gooit natuurlijk. Hij gooit gewoon willekeurig wat voer hier en daar. Dat is lief van je. Dat is erg lief van je. Voor mij is het ook hoge kwaliteit voer. Dat vind ik wat voor Nico. Hij is Nico toch? Nee, Nico is dat ding. Dat is. Ben je naam nou weer vergeten? Ik denk dat ik lichte dementie heb. Vooral op het gebied van zeepaardjesnamen. Herkenbaar of niet? Jij wat eten op geld en geld. En oh mijn god, niet daarin. Omhoog en... Oh, geen doden volgens mij. Fijn. Wat is dit? Boost Star Potion. Klik aan tank to drop Star Potion. Wat? Oh, die stukjes ijs en vet goedkoop. Wat heb ik gedaan? Ik heb geen idee wat ik zojuist heb gedaan. Dat is de waarheid. Als je echt de waarheid wil, wat is juist, waarom zijn die stukjes van ei opeens zo goedkoop? Wat is dit nou weer? Oh, het is de tweede wereld. Dus de tweede wereld moet je eerst wennen aan het level of zo. Dus om een of andere reden is de ei dan weer vet goedkoop. Oké. Fucking logica. Heb ik mijn vissen niet dood laten gaan? Nou, als ik zo doorgaan, ben ik bijna... Oh nee, er is een visje dood gegaan. Wat doe je nou, zeepaard? Motherfucker. Je had beloofd voor mijn vissen te zorgen. Maar in plaats daarvan gaan ze dood. De vissen lijden aan een grote honger. En het is het schuld van zeepaard. Zeepaard, seriemoordenaar. Zeepaard, seriemoordenaar. Hij vermoordt in series en hij vermoordt de dieren. Hij is een meedogenloze boer. Hij kent geen spijt. Hij kent geen zorgen. Hij voedt de dieren niet. Hij neemt geen verantwoordelijkheid wanneer de dieren doodgaan. Het is het zeepaard. Het is het zeepaard. Hij is slecht behaard. Het is een zeepaard. Koop het eitje. Level was een eitje. Snap je de grap? Ik namelijk wel. Kluit de jellyfish. Collecting any coins in passersby. Dat heb ik dus echt niet nodig, Kluit. Ik wil meer pets meenemen. Naar het volgende level, dat zou fijn zijn. En een beetje stil zijn namelijk. Want ik wil sowieso Prego, Nico en ja, toch Zorf denk ik. Want ja, zonder Zorf waren die vissen ook dood gegaan. Laten we eerlijk zijn. Zorf is alleen een helpende factor. En een hele lieve helpende factor ook. Dus ja, Zorf, sorry dat ik zo gemeen deed. En welkom terug bij het team, man. Je bent een tof zeepaard met een gek kapsel. Hebben vissen eigenlijk wel een kapsel? Nee, maar er zit wel iets op je hoofd. Dus ik vind dat het telt als een kapsel. De moeder bevalt van een baby. Ze zet de baby op de aarde. Wat is daarvan de waarde? Geef hem lekker eten. Geef hem wat te vreten. Bom die baby vol met voedsel. Bom die baby vol met voedsel. Baby, voedsel. Baby, voedsel. Wat een gek liedje. Ik weet het. Het liedje is best raar. Dus ja, welkom. Ik zal gewoon even stil zijn. Zodat jullie kunnen genieten van deze prachtige muziek. Dit is gewoon puur zen. Dit is de definitie van zen. Is deze muziek, denk ik. Ik weet niet zeker. Dit is toch zo relaxed. Waarom is dit geen liftmuziek? Misschien is het wel liftmuziek. En toen dacht ze, gewoon met zo'n tape recorder in de lift gestaan. Opgenomen, hieronder gegooid. Perfect. Niemand die eraan twijfelt natuurlijk.
En je bent ziek, en dan ben je weer beter. Dat is fantastisch. Oh, lieve Peter. Even niet ziek worden, jongens. Je moet even met een alien vechten. Even met een alien vechten, als jullie het niet echt vinden. Oh, mijn god. Weg daar. Ik ga omhoog. En dan eens. Ja, die komt op. Gaan we naar de Prego toe. Die doet ook niks. Je moet echt een keer een betere laser kopen, denk ik. Het is een investering voor de toekomst. Maar vooral bij levels waar je lang mee bezig bent. Waarschijnlijk kan ik nu, als ik nu in één keer bij de eieren kom, kan ik in één keer gewoon heel veel twee stukken ei kopen of zo. Het is alleen een beetje raar dat ik... Ik weet niet, wat bepaalt of je of het ei beschikbaar is om te kopen? Wat bepaalt dat? Geen idee. Is dat het aantal vissen in je aquarium? Of... Voor mij heeft het te maken met dat een vis volledig vergroeid moet zijn of misschien zelfs meerdere. Wat doet dit? Starcatcher. Wat doet dat? Serieus, wat doet dat? Ik koop er wel even eentje. Vangt die gewoon geld voor me op of zo? Ik heb geen idee wat dit ding doet. Het ei is lekker aan het ronddurpen. Oké, okay, dus nu kost een stukje ei in één keer weer 3000, hè. Dat dan weer wel. Ik heb in ieder geval geen piranha's in de level zie. Ik denk alleen maar starcatchers. Ik gok dat die starcatcher iets met sterretjes doet. Waarschijnlijk ploept hij ze uit of zo. Ik hoop het maar voor hem. You better be, boy. Nog meer zwangere vissen. Waarom willen bitches me dissen? Ik heb geen idee. Het leven zit niet mee. Maar ik kan wel lekker goed pissen. Wat de... Waarom? Wat moet ik doen met de starcatcher dan? Ik heb toch geen idee? Hoe moet ik die voeren? Ik heb geen idee. Nou, oké. Okay. Dankjewel voor je bijdrage, starcatcher. Het was erg leuk je erbij te hebben en shit. Toppie, man. Oh, ik koop heel graag een nieuwe laser. Haha. En nog een beetje laser. Nou moet je snel doodgaan. Ik heb je voor betaald, man. Dankjewel. Ik ben echt heel benieuwd wat die starcatcher nou doet. In ieder geval, ik heb een goede laser gekocht. Dat is het geld echt totaal niet waard. Misschien moet je die star potion aan de starcatcher geven. Maar wat er gebeurt er dan? Moet ik het proberen? Nee, ik heb het geld er nog even niet voor. Weet je, het aantal vissen in mijn aquarium neemt nog steeds toe. Als ik gewoon even heel veel vissen in mijn aquarium heb die allemaal leven, dan komt het geld vanzelf. Want dan kan ik wel ondertussen een beetje kloten met die starcatcher. Deze hele aquarium is in het algemeen al een experiment. Dus ja, daar kan ik wel bij hebben. Hier nog meer food gooien. Tadaa. Is toch hartstikke fijn. Iedereen is gewoon lekker door food. Het Zorf, het zeepaardje, helpt. Als je Zorf heet. Ik weet niet, iemand heet de Zorf. En jij bent een zeepaardje. En ja, in het Engels heet je dan niet meer zeepaardje natuurlijk. Jammer genoeg. Gekke Zorf toch. Hoppakee. En het eten is hartstikke lekker gezond. Lekker pilletjes. 1, 2, 3. Ecstasy. Klik. Badkoen. Ik wil niet nog een keer dat mijn star meneer doodgaat. Dat zou ik echt... Oh, overal geld. Moet je overal klikken, dat is vet moeilijk dit. Vet uitdagend. Nee, het geld begint lekker gefarmd te worden in ieder geval. Daar doe je toch ook deels voor, weet je wel. Het geld. Ik ben hier voor het geld, jongens. Dat begrijpen jullie toch ook wel. En er is weer een kindertje op de aarde. Gezet. Ik koop een nieuwe laser, Rick. Nog steeds geen maxed out laser? Op een gegeven moment wordt die laser gewoon instant kill, of niet? En hij spant natuurlijk lekker midden in al mijn vissen. En hij is dood. Goed gedaan, Rick. Je bent een echte winnaar. Stop met zoveel goud uitpoepen. Ik kan het niet meer bijhouden, jongens. Ik kan het echt niet meer bijhouden. Stop. Please. Oeh, een paal. Dankjewel. Ja, zo kom ik er sowieso wel. Als ik gewoon al deze drops op blijf pakken en af en toe een beetje wat deze pilletjes blijf droppen en er komen niet te veel vijanden aan. Dan heb ik dit level zeer voorspoedig snel gehaald. Maar ik eigenlijk weet met die starcatcher wat die nou doet. Hier, koop er een. Hoe zien we die dingen honger hebben? Die worden toch ook gewoon een ander kleurtje, of niet? Oké, dit zit raar. Dan begin ik te bobbelen, of niet? Nee. Laat me eens even weten voor wat je aan het doen bent voordat je doodgaat, oké? Okay? Voordat ik weet eigenlijk... Oh, nou is hij ziek, ja. Je star potion. On top of tank to drop star potion. Wat? Wat is mijn tank? Wat waar? Stars to stay alive, dat snap ik alleen. Top of tank? Wat is de top of de tank? Dit is de tank en de top is dan hier of zo. Ik heb geen idee. Ik snap het echt niet. Fucking starbeest. Ik hou het wel gewoon deze manier. Old school. Ik wil gewoon piranha's. Dat wil ik. Piranha. Nee. Dat is flauw. Ja, deze tweede wereld is toch wel een beleving voor mij. Dat merk je ook gewoon. Zie hoe intens ik deze dingetjes klik. En daar komt de enemy weer. Denk dat hij alles is. Dan kijk mij populair doen. Weet je wel. Zo'n houding. Gewoon een beetje mijn vestje. Oh, shit. Even weg daar. Jongens, aan de kant. Ik ben even een zombie aan het... Een zombie. Ik ben echt een zombie. Dat zie je ook meteen. Een zombie. Ja, in principe. Ik ga nu nog even heel veel geld investeren in kleine visjes. Weet je. Er gaan heel weinig dood in principe. Ze worden goed gevoerd bij mij. Gewoon heel veel van die pilletjes droppen. Ondertussen wat geld oppakken. Ja, weet je. Geld oppakken is een leuke bezigheid. Eigenlijk is het een beetje een soort van Plants vs. Zombies.
in het feit dat je gewoon heel veel geld moet genereren. En dan koop je meer mannetjes. En dan regenerate je nog meer geld. Is dat niet fantastisch? Ik heb nooit Plants vs. Zombies gespeeld. Ik heb hem net gekocht. Ik heb de Capcom bundle gekocht. Deze game is ook van Capcom als het goed is. Als ik me niet vergis. Maar daar zit Peggle in. Peggle zit daarin. Dat is een fijne game. Peggle is een fijne game, maar dat wist je waarschijnlijk al. In Peggle moet je met... Ik heb de Peggle heb ik ook gewoon legit voor iPhone. Ik heb alleen geen iPhone, ik heb een iPod Touch. 4 euro voor betaald. Dus als je een leuke game wil... Hij is dus, voor mij is hij nu 1 euro in de Play Store gebeuren. Niet de Play Store, de App Store. Voor 1 euro heb je een hele toffe game waar zeker een stuk of 10, 20 uur vermaak in gaat als je in de auto moet zitten van de trein. Peggle. Ik ga waarschijnlijk ook een let's play doen van Peggle op mijn kanaal. Gewoon omdat ik het zo leuk vind. Het is heel, eigenlijk is een beetje natuurkundig denken. Het is gewoon een beetje denken, als ik die balletje hierop schiet, hoe zal hij dan precies terugkaatsen? En dat is natuurlijk in principe gewoon natuurkunde. Maar als je logisch nadenkt, het is een beetje met een spiegel. Hoe een spiegel licht weer kaatst. Hoek van inval is gelijk aan hoek van terugkaatsing. Niet dat ook bij iemand van mijn kijkers dit momenteel interesseert, maar het is wel zo. Als je nog een heel klein beetje geld hebt, dan kan ik het level halen en het nieuwe ei overkopen en niet doodgaan, jongens. Hou vol, carry on, carry on, la 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 la. Oké, ik kan het nieuwe ei kopen, ik maak er een eind aan. Bam, en wie zit erin? Vert, het skelet. Vert drops gold coins just like a large guppy, but doesn't need fish food to survive. Oké. Dat is totaal niet handig eigenlijk. Nico. Hefty sum of money, die vind ik sowieso tof. En ik hoef Vert niet, ik hoef Clyde ook niet. Zorf dan toch maar weer. Zorf is een schatje. Als je hem wat beter leert kennen, jullie hebben vaak een beetje vooroordelen over Zorf. Dat merk ik wel. Weet je, hij kijkt ook altijd zo raar van, ik zwem naar links. Oh wel, ik ben bijna helemaal links. Ik ga nu naar rechts zwemmen. Zo kijkt Zorf, want hij heeft maar 1 oog. Gekke Zorf toch. Zorf laat zoveel gaatjes vallen. Hij lijkt, ze noemen hem ook wel Zeef. En de zwangere vrouw bevalt van een baby. Het is fantastisch om te zien hoe kut het leven kan zijn als zwangere vrouw. Dus, ja... Dit spel leert ook gewoon hoe belangrijk zwangerschap eigenlijk is voor jonge tienermeisjes. Als je niet zwanger bent, dan hoor je er niet bij en dan word je verstoten. En dan, ja, dan kun je gewoon net zo goed verstoten worden. Oh, wacht, dat ben je al. Dit is nou een scheet. Dat lijkt me echt raar, dat je gewoon aan het roepen bent. Een scheetje later dan in één keer ligt er een kind in je onderbroek. Dat lijkt me ook ongemakkelijk. Moet je dat tegen je ouders vertellen? Helemaal blij en zo. En jij zit daar zo van, ja, nee, ik niet. Ik ben helemaal niet blij. Het gaat even om mij hier, ja. Hoppakee, upgrade die food quality. Upgrade die food quantity, maar dat kan helemaal niet. Upgrade dan maar even, Rick. Ik denk dat er heel veel visjesstrategie er wel een goede is en een... Oh, wacht. Een nieuwe breed of alien is fast approaching. Lasers can't hurt this. But he's to find another way to defeat it. Wat? Wat? Er wordt gewoon niet gezegd hoe die doodgaan. Wat moet ik daar nou weer mee? Oh, je moet je voedsel moet je voeren. Ik heb het al door. Je moet je lokken met je voedsel. Oké, en dan een plops. Oké, grappig. Gelukkig wist ik een beest af te weren. Voordat de schade uit de hand liep. Ik heb ook gewoon een extra guppy. Weet je, het kan nooit snel genoeg met al die guppies, hè. Money, 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 geld. Money, money, geld, money. Geld, money, money, geld, money, money, geld. Yeah. Geld, money, money, geld, money. Money, geld, money, 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 geld. Had ik dit al verteld? Money, 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 geld. Nieuw, een ziek visje. Weet je nou gewoon ziek geboren? Dat is niet fijn, mijn beste vriend. Hoeveel van die dingen kun je maar niet kopen, joh? Koop een klein visje, geef hem wat te eten. Koop een klein visje, geef hem wat te vreten. Pillen, 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 overal. Doe is niet zo mal. Vang die vis, voed die vis. Voed die vis, zodat hij zwanger is. Want die vis is heel vaak zwanger. En daarvan worden de ouders steeds banger. Waarom krijg je zoveel kinderen? Zal de familie eer hinderen? Maar natuurlijk wel. Dus stop jij soms snel. Snel is geen woord, maar snel wel. Daar lijkt het heel erg op. Goed genoeg. Ik heb 510 Pokémunten. Waarom zijn het Pokémunten? Dit zijn duidelijk Shiny Magikarp. Allemaal. Dat zou best top zijn. Deze game moet gewoon nagemaakt worden, maar dan met Magikarp. En geen, dan komt Mewtwo, die komt ze doodmaken. En dan moet je Mewtwo wegjagen. Ik zou persoonlijk spelen, persoonlijk. Maar ja, ik ben ook alweer raar, jongens.
Je moet niet te veel naar mij luisteren. Ik denk dat dat gewoon een hele goede tip is voor iedereen in deze wereld. Gewoon niet te veel naar mij luisteren. Sorry, één keer. Hier, kom hierheen. Hier is het cool. Hier, blijf hier maar. Blijf hier maar. En naar rechts. Nee, nee, nee. En kan ik me niet vermenigen. Dus. Plus, plus, bam, die pillen. Nou, oké, okay, viel hartstikke mee. Ik ben 1 of 2 visjes kwijtgeraakt. Maar wie boeit dat nou weer? Echt letterlijk niemand. Ik mis wel echt Gary de Snail. Die heb ik wel echt nodig. Ik denk dat die wel echt geld kan besparen. Ik denk dat die beter is best doet dan Zorf. Want als ik kijk hoeveel food ik drop momenteel, joh. Kost me 300. Food spammen vind ik best persoonlijk wel een fijn iets. Ze gaan niet van die dood, dus je gewoon food blijft spammen. En ja, als je kijkt naar hoe in vergelijking met wat Zorf doet. Kun je denk beter dat die slak hebben die nog wat muntjes voor je pakt. Of misschien die squid die alle kanten opschiet. Ik weet niet welke beter is. Je krijgt die sneeuw vanaf het begin, dus het zou raar zijn als die beter is. En ze laten doen, hé, kijk, we hebben een nieuw mannetje. Dat die gewoon slechter is dan het echte eerste mannetje dat je krijgt. Een beetje kansloos misschien. Op Veronica, op dinsdagen. Alleen als niemand kijkt. Voordat je denkt, oh nee, ik, dinsdag waren ze er niet. Ja, alleen als niemand kijkt. Echt niemand, letterlijk. Gewoon niet iemand. Ik kwam echt later in mijn leven pas achter dat niemand eigenlijk gewoon een samenvoeging is van niet iemand. Net zoals niets, niet iets, nergens, niet ergens. Ja, ja. Als je het nog niet wist, graag gedaan voor deze openbaring. Ze noemen mij ook wel Assassin's Creed Revelations, omdat ik altijd dit soort openbaringen geef op feestjes. Vrijgezelle feesten vooral. Want ja, mensen met een relatie gaan niet zo met me om, omdat ik een sukkel ben. Ik ben een sukkel, een kutleven. Kom, laat hem al uitlachen. Ah, Rick, ik ben een sukkel. Ik heb dat vissengeld. Oké, kom hier, Dickie. Dickie, hier. Kom maar hier met je dikke lichaam. Jij en je dikke lichaam. Waarom? Hier zo. Vind je wel lekker, hè? Haha. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Ik wil eventjes in staat kunnen zijn eigenlijk om het ei te kopen. Alleen het weigert gewoon gekocht kunnen worden. Waarschijnlijk zal het wel 5000 per stuk zijn deze keer. Oftewel, we zijn al eventjes flinke tijd bezig met het verzamelen van de valuta. Stiekem ga ik deze game sowieso volledig let's play op mijn kanaal. Nee, echt totaal niet. Misschien. Dit is echt, als je dit zou kijken als let's play, dan moet je echt keiharde drugs op hebben. Dat je dit gewoon in één zitting uitkijkt. Wow, die jongen heeft een aquarium en hij klikt op dingen. Dit wil ik mijn hele leven zien. Ik zou hem gewoon op replay zetten. Ik heb niet verliezen een afspeellijst. Dan die afspeellijst op replay zetten en de hele serie gewoon 5 keer doorkijken in een paar uur. Kan. Nou, als je niks te doen hebt. Dam, na, 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 na. Vies visje wordt niet ziek. Dat kan ik niet gebruiken. Ik heb je gel nodig. En ook waterkruiken. Ik heb echt 1 keer in mijn leven een warme waterkruik gehad toen ik ziek was. En dat was best een fijne ervaring. Ja. Dat mag ook gezegd worden. En dat wordt ook gezegd namelijk. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik een van deze rare dingen moet kopen voordat ik ook met mijn handen kan leggen op de fameuze eieren. Dan kan ik ook gewoon wachten tot ik 10.000 muntjes heb en als ik dan toch een keer die eieren krijg, dan kan ik ze alvast kopen. Ook wel fijn. Ik heb het gevoel dat ik zo'n ding moet kiezen. Signature G, dat is het nieuwe base zeker nog steeds. Oh, nu gaan er echt heel veel doden vallen, dat zie je ook gewoon. Je moet hier even wachten op het goed. Hierheen. Hier, ga maar in die vis zitten, joh. Nee. Oh, man. En dode vissen zijn gevallen. Ik koop er 3 extra visjes erbij, joh. Nieuwe vissen, nieuwe maatjes, nieuwe vriendjes voor altijd. Ik heb echt gevoel dat ik zo'n starmannetje moet kopen. Ik weet het toch niet. Ik ga even proberen nog een keer met zo'n ster te kloten. Oh, daar moet je dus drukken. Oké, ja, tof. Tof. Nou, ik kan er dus eentje kopen en dan eventjes kijken wat er gebeurt. Iedereen is natuurlijk best... Ja, precies, die moest ik dus kopen. Oké, dus hebben we daar ook weer uit. Kijk, er wordt een sterretje gedropt. Oké, tof. Ben jij dat nou? Ik denk het. Wat gebeurt hier? Oh nee. Hij is alweer heel snel. Oh, ik heb een gouden vis opeens. Oké. Die doet dat waarschijnlijk. Die dropt die sterretjes of zo. Hier. Wacht, potion. Pak hem, man. Pak hem. Oh, wat gebeurt? Waarom viel die potion niet naar beneden? Hier, pak hem. Nee, man. Man. Oh, die sterretjes zijn gewoon geld. Oké, die vis is waarschijnlijk gewoon heel oud geworden of zo. Tof gedaan, vis. Dat je zo oud bent en zo. Heel veel moeite. Eigenlijk is het heel raar dat wij verjaardagen zo uitbundig vieren. Zo van, hé, tof man dat je 20 jaar lang niet dood bent gegaan. Echt, applaus voor jou. Ik heb een stukje ei gekocht. Dat is een applausje waard. Oh nee, er komt weer een of andere kutbeest aan die mijn leven komt verpesten. Hoera. Sterkjes zijn vast wel geld waard. Vast wel. Oh, en daar is die man weer. Die ene dude die mijn leven, die er gewoon bekend om staat mijn leven te verpesten. Nee, hij eet een vis. En hij heeft nog een vis. Oh mijn god. Waarom ik? Heer,
Waarom ik? Ik koop gewoon nog 2 visjes. Weet je, hij eet er 1 op, dan koop ik er 2. Hij eet er 3 op, dan koop ik er 61. Zie je het wiskundige logische verband? Ik ook niet. Mooi. Laten we dat dan zo houden. Ik pak dat geld van de bodem op. Ik geef mijn zak geld uit aan Kleine Drop. Want Kleine heeft reclames op de nationale tv. Dan denk ik toch al gauw als ik in de supermarkt sta. Ik neem zo'n zakje Kleine mee. Die reclame, ja, die werkt op mijn brein. Die reclame werkt op mijn brein. Liederen zingen, midden in de nacht, dat vind ik hartstikke fijn. Want hier thuis is iedereen altijd aan het slapen. Maar deze jongen doet een aquariumspel en daar moet hij niet eens van gapen. Het spel lijkt misschien saai, maar het is echter heel fraai. Je moet vissen voeren en hebt ook zwangere hoeren. En dan valt het geld uit de lucht, dan sla ik een diepe zucht. Koop een stukje ei, ben ik helemaal blij. Nou, voor de rest heb ik eigenlijk helemaal geen zin meer om te zingen. Geen zin om te zingen, maar wel zin om te swingen. Yeah. Als dit voorbij is, ga ik weer lekker mijn moeders jurk aandoen. Ja, wellicht voor de Minecraft video die ik net heb opgenomen. Ja, dan weet je ook weer, oh Rick, oh, dat is raar. Heb je wel eens eerder een YouTuber wil zeggen, als dit voorbij is, ga ik weer lekker mijn moeders jurk aandoen. Waarschijnlijk ben ik de eerste. Waarschijnlijk kijk nog maar 5% van de mensen dit momenteel. En ik neem het je totaal niet kwalijk. Dat is gewoon kut. Nee, stop. Oké, dat was een klein vissenbloedbad. Klein beetje maar. Ik kreeg wel een diamantje van hem. Wat je dat moet doen, Rick? Gewoon meer vissen aannemen. Aannemen ook. Ja, ja. Hier, koop gewoon nog 2. Koop die vissen. Koop die vissen. Nou, ik kijk eens heel snel de 5000 halen. En dan maar gewoon het level te finishen, als er voor niks aan de hand is. Heb ik al meer gouden vissen? Nee, ik heb er nog steeds 1. Zonde. Gelukkig leeft de gouden vis wel nog. Waar was ik toch zonder hem? Nee, serieus, gouden vis, waar was ik zonder? Heb je enig idee? Zou ik nog een keer zo'n sukkel kopen van 750 en hem dan weer dood laten gaan? Dat zijn wel de klassiekers, hè? Dat zijn wel de klassiekers in ieder geval. Maar they need stars to survive. Werkt zo'n star dan ook? Als ik die laat vallen? Werkt dat dan? Ik heb serieus geen idee. Zou dat werken? Oh nee, zijn alle vissen een beetje aan het dood gaan? Dat wil ik niet. Blijf leven, mijn vissen. Blijf leven. Ja, weet je, ik vind dat... Is het misschien als je een star potion bij vis gebruikt dat het een starvis wordt of zo? Nee, daar is het toch goedkoop voor, denk ik, of niet? I don't know, ik ben ook geen vis-expert. Ik ben ook maar de vissenklikker. Oké, ik ga ervoor. Ik koop het irritante beest nog een keer. Irritante beest, dat echt niemand een toffe coole dude vindt. Hij beweegt ook nog eens, en dan komt er een alien aan. Ja, doe daar nou mee. Oh Rick, zo word je nooit rijk. Oh, hij gaat nu voor de sterkte, hij gaat ervoor. Oh kut, sorry dat ik een beetje rikker word, niet aanschuld. Eet hem niet op, en hij is opgegeten. Toppie! Dit is verschrikkelijk, ik ga echt nooit meer die irritante kwalletjes kopen. Ik vind ze ook gewoon niet schattig. Dat is het belangrijkste, je moet de monsters die je koopt, of ja, monsters, schepsels, moet je sowieso schattig vinden, laten we eerlijk zijn. En dat vind ik niet eens. Ja, dan is het gewoon een hele grote afknapper van mij. La 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 la, ik heb heel veel geld. La 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 la, heel veel geld. En ik klik weer, ik speel in een heel klein windowtje. Dus daarom dat ik soms af en toe heel naar rechts. En dan klik je ernaast. En dan koop je een stuk ei. En wie zit erin? Bassie de Baviaan. Rufus the Fiddler Crab. Rufus does heavy damage to enemies you've lured to the bottom of the tank. Jongens, ik ga jullie bedanken voor het kijken van deze game. Ik ga sowieso deze game nog eventjes verder spelen omdat ik het grappig vind. Vergeet deze XXL gameplay niet te liken. En zaterdag is er gewoon weer een nieuwe. Laat even een game achter als je wat weet. Ik ben dood op. Ik ga lekker dit spelen nog eventjes. Ik ga nog eventjes lekker door. Misschien stream ik het nog een keer als ik echt niks te doen heb. Ik hoop dat tenminste iemand was die dit kent van vroeger en hem helemaal afgekeken. En dan kijk je op het Dutch YouTube channel een knuffel van mij. Moet je over een kaartje kopen, zijn bijna op. Hint, hint, hint. Tenminste, ja, weet je, het is voor mijn eigen, voor jouw eigen bestwil. Want anders komen alle weer van die mensen van, ah, oh, ik had je zo graag willen ontmoeten op de Dutch YouTube Gathering, maar ik was vergeten een kaartje te kopen. Nou, bij deze, of je koopt nu een fucking kaartje, of ik ga het niet van je horen. Dankjewel. Tot de volgende aflevering. Doei! Bye!